Hallo, piep! Helemaal vol zat de zaal niet, maar het is pas de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Omdat theatersport bestaat uit improviseren, zijn de voorbereidingen zeer simpel. Het team zelf doet een warming-up, dan doen ze wat oefeningen, dan warmen ze op met elkaar. Vaak heeft de thuisspelende ploeg wat meer mensen in te brengen. Je zult zien vanavond, er zijn rechters, er is een presentator, er is een pianist die het geheel begeleidt. Dus zo zijn er voor een avond zelf wat meer rollen. De ploeg die op bezoek komt, die brengt meestal vier spelers mee. We spelen 4-4. Maar voor de rest is alles geïmproviseerd. Met improviseren kan je natuurlijk alle kanten op. Voor beide teams is er wel één doel dat voorop staat. Plezier voor het publiek. Plezier voor de spelers. En afhankelijk van de input en ooit de stemming wordt het of een hele vrolijke of een tragische of een hele absurde scène die gespeeld wordt. Dankzij zoveel variatie weet je nooit wat je op een avond te zien krijgt. En de bekendheid van theatersport varieert net zoveel. De meeste mensen komen dan ook om hun nieuwsgierigheid te bevredigen. Omdat ik vorige week voor het eerst van theatersport hoorde en zo benieuwd was wat dat nou precies zou zijn. Ik had er wel eens eerder van gehoord, maar niet echt op deze manier zo erbij geweest. Nou, veel mensen die hebben iets met theater gedaan of willen graag een keer op de planken staan. Het is heel laagdrempelig. Ik zit een beetje te kijken met het idee van, stel je voor dat ik het moest doen. Wat zou ik daarvan maken? Nou, niet veel, denk ik. Mensen die wat meer willen weten, kunnen terecht op de website www.doeltjeneeëindhoven.nl.